Goedemorgen! Oh, Jezus, dat is fel. Vandaag is best wel een speciale dag, want vandaag ga ik een tattoo zetten voor mijn opa en oma. Maar voordat we dat gaan doen... Dan wil je eerst even... Oh, hallo, Luna. Dan wil je eerst even Luna uitlaten. Kom hier. Ja! Jezus, wat beest. Nee, geen sokken pakken. Nee, geen sokken. De reden waarom ik trouwens deze tattoo laat zetten, is omdat ik mijn opa en oma echt een van de beste opa en oma's vind die er bestaan. Nee, niet met die vieze poten om het springen. Verdomme, je maakt me vies. In de jaren stonden ze namelijk altijd voor me klaar. En omdat ik ze dus nooit wil vergeten en ik deze arm hoe dan ook al vol wil met tattoos, had ik zoiets van, weet je wat, ik ga gewoon een tattoo voor ze zetten. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst even Luna weer terug naar huis brengen. En haar schoonmaken, want ze is echt helemaal vies geworden van dit gras. Ja, dang it, Luna. Hey, weet je wat nou het grappige is van het hele shot? Er is hier geen één plek om te keren. En de enigste plek is dit, zeg maar. Dus ik moet achteruit met de auto. Ik moet de hellingproef doen. En dan wegrijden. En als er één ding is waar ik een scheidhekel aan heb, dan is het de hellingproef. Yes, motherfuckers, in één keer. Yes, yes! Dit is bij de artiest waar ik de vorige keer ook was. Alleen dat had ik toen niet gefilmd. Maar hier heb ik dus ook deze vos laten zetten. En ook deze tattoo. Oh, kijk. En dat is de artiest daar. Hey. Dat is de stomme en hij gaat hier een veer neerzetten. En waarom ik die veer hier wil neerzetten is omdat mijn opa en oma vroeger altijd een pakiet hadden. En daar waren ze super dol op. Dus ik dacht, hey, dat is leuk. Ik ga een veer zetten. Het is alleen niet echt een veer van een pakiet of zo, want we gaan er een soort magisch tintje aan geven. Maar dat gaan jullie in deze video nog wel zien. Later. Nou, het meeste werk is eindelijk af, maar het pijnlijkste moet minstens nog komen, want dat is zeg maar het alcohol wat nu op moet komen om hem zeg maar nog schoon te maken. En dat is heel kut. Klaar voor? Ik ben er klaar voor. Kom maar op met die alcohol. Daar gaat hij dan. In het begin, en nu in het begin valt het zo erg mee, want alles is zeg maar een open wond en als je daar alcohol op doet, het is zo pijn. Het doet echt heel veel pijn. Heel veel pijn. Oh. Nou, dat was misschien wel een van de pijnlijkste dingen in 10 seconden of zo. Maar nu moeten we natuurlijk ook even kijken hoe die eruit ziet. Nou, dit is hem dan geworden. Mooi veer erbij. Zo achter de vos lang. Ik vind hem echt heel erg vet geworden. Natuurlijk nog wel even een dikke shout-out naar Tommy daar. Wil je ook zijn werk zien? Check even het linkje in de beschrijving van zijn Instagram. En daar kan je nog meer van wat hij allemaal heeft gemaakt zien. En er staat ook mijn vos staat er ook nog op. Dus kijken. Nou, dat was dan 5 uur lang pijn lijden. Maar dan heb je ook wel wat moois. Ik moet nu dus weer 2 uur lang terugreizen naar huis. God dang it. The next day. Het is nu een dag later. En zoals jullie zien is de tattoo ook ingepakt met folie. Dit doen ze namelijk om de tattoo te beschermen. En daarnaast, als je een tattoo hebt gezet, komt er eerst nog altijd inkt uit. Heel veel mensen die voor het eerst een tattoo zetten, die schrikken zich dan helemaal kapot. Omdat ze dan denken dat alle inkt die in hun arm is gezet, dat dat er weer uitkomt ofzo. Maar dat is normaal als dat gebeurt. Daarnaast zullen sommigen zich waarschijnlijk ook afvragen waarom ik eerst een tattoo zet voor mijn opa en oma en niet eerst voor mijn ouders. Omdat in het begin van de video zei ik dat mijn opa en oma er altijd voor me waren. En voordat er verkeerde gedachten gaan komen, wil ik dit even duidelijk maken voor jullie. Dat op deze arm ook nog een tattoo gaat komen van mijn ouders. Voor mijn ouders wil ik namelijk een tattoo op mijn bovenarm zetten. En die wil ik speciaal op mijn bovenarm hebben, omdat ik die zeg maar het hoogst heb zitten van iedereen. Want hun hebben natuurlijk het meeste in mijn leven betekend. En omdat ik onderaan wou beginnen met mijn sleeve, heb ik mijn opa en oma dus eerst gedaan. Dus ik hoop dat het duidelijk is voor jullie voordat mensen verkeerde gedachten hebben van haat hij ze ouders of zo? Nee, ik mag ze juist heel erg. Maar jullie zijn waarschijnlijk ook heel erg benieuwd naar wat mijn opa en oma nou van deze tattoo gaan vinden. Dus laten we daar even langs gaan. Hallo, kom erin. Hey, oké. Okay. Een leuke verrassing voor je. Echt wissel? Ik denk dat jullie wel leuk. Oh, kom ik goed voelen hoor. Dat is geen foto, dat is een filmpje. Oh, jullie denken waarschijnlijk waarom heb ik mijn camera mee? Ja, vertel. Ja. Laatst had ik toch zo'n vossen tattoo gezet. Ja, van die vos. Ja, van die vos. Ja. Maar ik heb er nu nog iets bij gezet. En dat is een tattoo voor jullie. Deze arm wil ik sowieso vol.
En dan wil ik jullie zo eens op hebben staan. Ja? Dus heb ik zeg maar deze veer die je hier ziet, dit. Ja? Deze tattoo heb ik zeg maar helemaal voor jullie neergezet. Nou, kijk eens aan. En dit blauwe is zeg maar voor opa en ja? Dit roze, dat roze is voor mij zeg maar. Mooi. Maar dan komt later komen, mijn ouders komen hier nog boven. Hartstikke mooi. Leuk toch? Ja. Nou, dat was dan dus de reactie van mijn opa en oma. En je kon aan hun blikken wel zien dat ze het heel erg tof vonden. Het was geen reactie van, oh mijn god, Maar dat had ik ook totaal niet verwacht. Hé, Luna, joh, je baby ook zo cute, hè, joh. En dit was dan ook gelijk de video. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe dan vooral even een duimpje omhoog. En abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. Plus, doe ook even dat belletje, weet je wel. Zodat je een melding krijgt wanneer ik een video upload. Volg dan Nest Luna ook even op Instagram. @hondluna. Joh, je baby zo cute. Oh, wat doe je, Luna? Oh, oké, sure. Nou, kijk, hier heb ik dus dan zo hekel aan, hè? Pak je vrachtwagen die een andere vrachtwagen inhaalt. Doe dat gewoon niet, stop!